echt ongelooflijk. Ik zeg goedemiddag allemaal! Wie had dit kunnen bedenken? Zeg, je bedenkt een actie over een thuisconcert en ze breken gewoon de hele buurt af. Hartelijk welkom natuurlijk allemaal. Priscil, jou ken ik natuurlijk al een tijdje. En ik weet dat je knettergek bent, maar dat je zo gek bent dat je dit allemaal georganiseerd hebt. Jongens, ik wil even vragen een waanzinnig applaus te geven voor Priscil! En omdat jij natuurlijk winnaar bent van het thuisconcert, wat eigenlijk de bedoeling was in je huiskamer, maar dat past natuurlijk niet in je huiskamer. Dit vind ik ook 10 keer leuker natuurlijk. Stel ik voor dat jij gewoon het volledige repertoire gaat bepalen wat wij gaan doen vandaag. Of je zegt van nou, maak er maar wat van. Ja, maak er wel van, maar één nummer is speciaal voor mijn moeder en je weet welke. Vanavond. Zullen we daar gewoon mee beginnen dan? Of niet? Speciaal voor de moeder van Priscil. Ik in vuur en vlam, het was een avond dat ik alles kan. Ik ben wel eens vaak niet uitgerust, maar nog langer niet uitgeblust. Ik kijk je aan, vraag je naam, het spel begint van vooraf aan. Geletspraat, hoe het gaat, geïnteresseerd zijn ze dat je mij niet verlaat. Here we go! Vanavond ga ik met jou mee. Is al uit op straat. Maar ik wil weg met jou hier vandaan. Je bent te mooi om te laten gaan. Het is nu tijd voor de waarheid. Ik moet het zeggen, anders krijg ik spijt. Ja, ja. Voor de moeder van Priscil. Jongens, we hebben even een klein heel